Er heerst de laatste tijd heel veel onrust in de comments, omdat er veel mensen zijn die denken dat ik kamerplant Chris de Buxus heb laten doodgaan en dat hij daarom niet meer in mijn kamer staat. Dit is onwaar. Big cap. Kamerplant Chris kan gewoon niet meer in mijn kamer staan. Hij is te groot en hij krijgt niet genoeg zon hier. En hij is gewoon beter beneden. Maar hij is nog gezond en hij is nog altijd goed aan het groeien. Maar in de decembermaand komen er natuurlijk weer kerstballen en licht in mijn boom. En dan ga ik hem leuk weer in mijn kamer zetten voor de kerstvibe. Omdat ik wel van plantjes hou in de kamer. En ik mis eigenlijk wel een beetje grond in deze kamer. Heb ik iets nieuws? Ik hou van planten. Ik hou van fruit. Daarom hebben we deze fucking nice. Yo, jullie gaan het niet geloven. Het is een ananasboom. Look at it. Het is een plant. Maar groeit ook ananas aan. En op een dag ga ik dus gewoon mijn planten opeten. Er hangt een ananas aan de boom. You're gonna be a big pineapple. Hopelijk groeit het wel. I like it. Welkom bij jullie beste notas, aflevering 2, seizoen 2. Let's fucking get it. Roll the tune, bitches. Oh, stop. Order. Er is een lerarenschaarste. Ik denk dat jullie daar veel over hebben gelezen deze week of zo. Het beroep leerkracht is nu dus een knelpuntberoep. En er zijn gewoon niet genoeg leerkrachten. Dat komt deels omdat alle leerlingen fucking kut zijn. En het moet waarschijnlijk vreselijk zijn om leraar te zijn. Als ik zo eens check naar wat jullie hier allemaal doorsturen, man. What the fuck? Ik zou zelf eigenlijk ook geen leerkracht willen zijn. Je hebt al goede vakanties en zo. Bij elk weekend thuis en elke vakantie ook. Maar dit is het hongerloon wat leerkrachten verdienen echt niet waard. No. We gaan ook gewoon met een boos bericht van een gefrustreerde leerkracht. Ik kan absoluut niet lachen met mails als deze. Trouwens, ging het toch maar om één punt. Ik spreek je hier nog over aan. Met vriendelijke groeten. NV. Je ziet het, leerkrachten zijn boos, gefrustreerd, volledig klaar met hun job, volledig klaar met hun leerlingen. Nu, waarover gaat dit bericht? Er is dus iemand, een van jullie, die zelf gewoon een nota heeft gestuurd naar de leerkracht. Soms gebeurt het ook omgekeerd. Ja, er zijn soms ook leerlingen die denken van, yo, mevrouw, what the fuck? Dat heeft deze guy dus gedaan en wat ik eruit kan afleiden is dat ze er absoluut niet om kon lachen. Dit kan niet door de beugel. Dit is uit de boze. Een paar catchphrases van leerkrachten, man, I got you. De nota die de leerling naar de leerkracht had gestuurd was het beste. Ik moest u nog een mail zenden in verband met mijn toets. Na het ontvangen van mijn verbeterde toets kwam ik tot de vaststelling dat er iets niet klopte. Je ziet het, het is een alerte leerling, hij was ready. Ik speurde naar de fout en de aap kwam uit de mouw. Bleek dat hij 2 puntjes was vergeten bij te noteren. Voor deze ene keer zie ik het door de vingers en blijft het bij een waarschuwing. Kort samen nog wat, ik stel voor om mijn punten op Smart School aan te passen, namelijk naar een welverdiende deugddoende 16,5. Hey, Iwijn, legend. Niet alleen het feit dat je dit bericht stuurt, ook gewoon de woordkeuze. Een welverdiende 16,5. Een deugddoende 16,5. Ik speurde naar de fout en de aap kwam uit de mouw. Iwijn, er is een leerkrachtenschaarste. Aan de manier hoe jij dit bericht hebt getikt, ik denk dat je gewoon wel een voorbeeldige leerkracht zou kunnen zijn, want dit is perfect. Je hebt dit echt gecleansweept. Dit is ook moed. Hiervoor krijg je een fucking, een big, welverdiende, deugddoende 1.4. Woe! Je ziet het, ik ben vrij geëvig met die punten, man. Ze komen dik binnen. We hebben hier een vreselijke nablijfnota. Deze komen altijd hard binnen, ja. Je weet dat iemand zijn vrije tijd heeft moeten opgeven om naar school te gaan hiervoor. Welke zware misdaad zou deze jongen gepleegd hebben? Beste ouder, je zoon had vorige week woensdag ervoor gekozen 's ochtends de bromfiets van een medeleerling te versieren in plaats van tijdig naar de les te gaan. Van 12:30 tot 1:30. Het is nog uit. Het is maar een uurtje, no problem. Hij zal dan een reflectieopdracht maken. Dit werd met hem ook gisteren besproken. Met vriendelijke groet. Je hebt hier een uur na blijven gekregen omdat je ervoor hebt gekozen om de bromfiets van een medeleerling te versieren. Het zou niet best een nota zijn, moest we geen foto van de bromfiets hebben, toch? Hoe de fuck kan je hiervoor een nota krijgen? Dit is toch legendary? Als je dit doet omdat een vriend van je jarig is en je gaat even zijn bromfiets helemaal gaan versieren voor zijn verjaardag. Dit is gewoon mooi. Dit is een vriendschapsdaad. I love this shit. Voor deze krijg je van mij
een min 1 uur nablijven, man. En dat is een big one. Dat is een token die je kan gebruiken op je school. Als je nog eens moet nablijven, kan je deze officieel gecertificaat, geverifieerd. Stel, je krijgt nog eens nablijven, kan je deze tonen en dan krijg je 1 uur minder nablijven, man. I got you covered, man. Sowieso. Vandaag smet je opzettelijk een bord kapot in de speelzaal. Dit is uiteraard ontoelaatbaar. Je krijgt hiervoor een strafstudie. Ah, van 15:45 tot 18:05. Dat is tijd. Op een vrijdag. Dat is fucked up. Ik ben 100% zeker dat dit overdreven is. Je hebt waarschijnlijk per ongeluk je bord laten vallen of zo. Je hebt sowieso niet je bord expres gewoon in de gang gegooid. Alsof dat een frisbee was en hem kapot gemaakt. Het is niet eens grappig. Het enige wat grappig maakt is dat iedereen zo staat te beven met die telefoon van... Doe. Deze krijgt een min 3. Ik ga even niet graag negatieve punten. Deze krijgt een min 3. Jee. We breken geen borden. Die lach op het einde. Die lach als hij breekt. Kom op, dat is de T8 van tegenwoordig. Is dit wat jullie grappig vinden? Wij staken tenminste nog krijtborden en brand en zo. Is dit wat er nu van gekomen is? Dit is een pussy shit. Deze nota noemt respectloos. Ik heb deze niet gekozen omdat waarin beschreven staat super crazy is. Of omdat het origineel is of zo. Gewoon de manier waarop dat deze nota gegeven is. Is een hele nieuwe vorm. Iets wat ik nog nooit gezien heb. Man, deze leerkracht maakt gewoon een mini vlog. Om zo extra bewijsmateriaal aan te halen voor de nota, denk ik. Man, is it's crazy. Ik krijg mij een onderstaand bericht tot de jongens van onze school. Gelukkig gaat het maar over enkelingen. Maar toch sturen we een algemeen bericht. Het is echt triest om te zien hoe weinig respect sommigen onder jullie hebben. De jongens toiletten in de C-gangen zijn niet om aan te zien. Het getuigt van weinig respect naar jezelf, naar jouw medeleerlingen en naar onze poetsdames. Iedereen gaat graag naar een proper toilet. Ook jij. Waarom hou jij het dan niet proper? Aan de enkelingen die dit niet hebben, het is een schande. Ter illustratie heeft deze leerkracht een mini-vlog geüpload op het YouTube-channel van de school. Het is tijd voor een mini-kwaliteitsreview van de video Respectloos, die verborgen geüpload is op het YouTube-channel van het Go Atheneum Aflegem. Woehoe! 18 dislikes. Ik gooi er nog eentje bij, man. Ik poep ook graag in een propere wc. Dit valt toch mee? Oef. Dat is goed. Waarom zie elke wc op elke school exact hetzelfde eruit en hebben ze altijd van die kleine mini vierkantje tegels? Ik heb wel al veel erger gezien, hoor. Dit is vuil en zo, maar dit valt echt heel goed mee. Ik heb echt al wc's gezien die volledig besmeurd zijn met poep. Er is gewoon een beetje wc-papier op de grond, maar deze toiletten zien er volgens mij gewoon wel oké uit. Ik zou hier wel gewoon een poepie kunnen doen. Dit is toch niet zo erg? Er ligt meer papier in de vuilbak dan ernaast. Weet je wat ik ontdekt heb in mijn jaar op school zitten? Dat de vrouwenwc's veel erger zijn dan de mannentoiletten. Je zou denken dat boys gewoon op de bril pissen en zo en naast de bril kakken. Dat is niet zo. De mannenwc is eigenlijk altijd gewoon uit. Het is de meisjeswc waar daar echt gewoon... Woe! Hey, big poop. Ik dacht altijd vrouwen poepen niet. Lots of poop. Deze vlog krijgt een 0 op 10. I'm sorry, ik zou ontslag nemen. Ja, for real though. Nul. Geen commentary, zwarte randen. Je ziet het ook aan de likes en de dislikes, want het is... Nope. Dat is geen goede vlog. No. Ouders melden dat Nolan snoep verkoopt met woekerwinsten. Nolan werd aangesproken dat zo'n dingen niet horen. Hey Nolan, ik support je snoepverkoop business wel. Vrienden van mij deden dat vroeger ook op school. Als er maar één automaat is waar er niet zo lekkere snacks in zitten, kan je natuurlijk gewoon snackjes kopen in de kruidvat. En deze inderdaad met woekerwinsten doorverkopen. It's honest work. Het mag respect worden. Er is honger, vraag en aanbod. Als Nolan economie studeert, zou je hier eigenlijk gewoon direct de fucking 10 voor moeten krijgen. Er is gewoon geld verdienen op school. Er is respectable. Ik heb ook nog een tip voor je, Nolan. In de kruidvat kan je soms zo een heel pak Capri Suns kopen. Die staan dan in de solde of zo, of die staan in korting omdat ze bijna over datum zijn. Kan je elke Capri Sun voor 2 euro doorverkopen. Het feit dat ze er dan nog bij zetten dat je ze verkoopt met woekerwinsten. Wat dus betekent dat je fucking overdrijven veel winst pakt, zoals in de nachtwinkels. Betekent dus hoewel daar vraag naar is. En dat mensen met veel plezier 2 euro betalen voor een van de snoepjes die jij verkoopt. Zei Nolan, keep doing this shit, man. You got it. Guillaume heeft op de valies van een
medeleerling één grote en twee kleinere mannelijke geslachtsdelen getekend. Niet alles is grappig, Guillaume. En dit valt onder de noemer vandalisme. Sanctie wordt volgende week besproken in onze teamvergadering. Hey bro. Daarom hebben we dus de pikvis. Als je een pikvis steekt, dan kan het niet echt iets gezegd worden. Dat staat hierin. Guillaume heeft één grote en twee kleinere vissen met piemels getekend. Daarom is er een pikvis. Daarom bestaat de pikvis. Daarom kan je de pikvis altijd hanteren. Het is redelijk makkelijk om een pikvis te tekenen. Even een snelle tutorial. Je tekent dus een vis. Like this. Ja, geef dat een leuk oog. A big smile. Want ze zijn altijd happy. Je kan hem ook van die scherpe tanden geven. Dan ziet hij er een beetje stoer eruit. Ik kan er ook nog zo een lampje aan hangen. Er is kunst, joh. Ik ga dit verkopen als NFT. Je kan er ook nog zo een lampje aan hangen. Meer heb je niet nodig. Je tekent dit. Dan gewoon twee ballen. En een piep. And that's it. Je kan ook nog zo als je echt dirty wil gaan. Je kan zo nog dit doen, maar ik ben nooit fan geweest van die veen. No. Hij gaat niet fucked. Vroeger tekenen allemaal mensen dat ook zo'n haar op en shit. They make it all dirty. Add a little pink in twit. Dit is een pikvis. Had dit getekend op iemand zijn valies. En niemand had er iets van gezegd. Ik heb dit uitgevonden met de reden, hè. Het is een fucking pikvis, man. Een legend. Ik had dus deze video gekregen van iemand. En er stond geen nota bij. Dus waarschijnlijk is het gewoon volledig mislukt. En heeft hij geen nota gekregen. Maar heeft hij het wel geprobeerd. Hij speelt honkbal met een lamp. Maar dat is in principe niet waar grappig is. Het grappige aan deze video is gewoon dat hij slaat. De camera draait en hij zit terug in de stoel. Alsof daar niks is gebeurd. Hij teleporteert wel al snel in de stoel. Toch in 2 seconden gaat hij van dit. Tak. En dan zit hij daar ineens. Hiervoor krijg je 1 streetcrit. Nee. Hiervoor krijg je min 1 streetcrit. Dit is niet de shit, man. Het is no, beste ouder. Tijdens een studieuitstap naar Gent werd door je zoon alcoholische drank genuttigd tijdens de vrije middagpauze. Ai. De sanctie hiervoor is geen deelname aan de volgende dag uitstap naar Amsterdam. Hij wordt die dag op school verwacht. Hey, dat is fucked up, man. Daar kan je je ogen wel voor uithuilen. En dat allemaal omdat jij een klein nippie hebt gedaan in Gent. Mag je nu niet mee jonkos gaan roken in Amsterdam in klas? Dit is fucked up. Ik voel de pijn van deze. Wij hebben dit ook eens gedaan. Gewoon, we waren op trip naar Oostende om zo een Joodse kerk te gaan bekijken en een moskee en zo. Een vriend van mij had een flesje kristallin water gevuld met vodka. Pure shit, hè. Gewoon heel tijd nipjes genomen daarvan. Tot op level dat hij gewoon echt totally fucking drunk was. En hij zat in die stoel in die Joodse kerk zo, gewoon daar. En ze vragen iets aan hem. En ik denk dat het was een simpele rijke opdracht of zo. Ze vroeg hoeveel jaar zat er daartussen. En het antwoord was 1 of 2. En hij zat daar gewoon zo. En ze vragen iets aan hem en hij zo, 100. Het was grappiger in mijn hoofd. Het enige wat jullie goed meegekregen hebben van dit verhaal is dat je dus een kristalline flesje kan gebruiken om vodka in te gieten. En niemand gaat ooit door. Ze gaan altijd denken dat het gewoon water is. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Dit was weer een heerlijke episode van jullie beste notas. Stay strong. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer. All the love. All the power. Yo! You check the bomb.